Je luistert naar Sleutelstad FM, Gezond 071, het maandelijkse magazineprogramma over de gezonde levensstijl. Vanavond gaan we het hebben over borstkanker. Laten we eerst een rondje voorstellen van mijn gasten. We laten beginnen hier rechts van mij, Gerlinde Vliegendhart. Welkom. Ja, je was van de showbiz en toen kreeg je een diagnose. Hoe kwam dat bij jou binnen? Eigenlijk wist ik het stiekem al. Dus toen, na al die onderzoeken, die diagnose er lag, was ik eigenlijk opgelucht. Het beestje had een naam. En dan konden we er nu mee aan de slag. Ja, ja, en je ging er ook mee aan de slag. En je ging er ook over vloggen. Ik denk dat heel veel mensen in Leiden je op die manier ook hebben leren kennen. Dat je echt hele eerlijke vlogs maakt over wat er allemaal gebeurde met je. Ja, dat was een ideetje van een van mijn beste vrienden. En die zei, weet je wat, ga er lekker over vloggen. Dan kun je je verhaal kwijt. En misschien hebben anderen er ook nog wat aan. En leuk voor later. En dat vond ik een ontzettend goed idee. En ik merkte ook dat heel erg goed hielp. Want je zit gewoon je eigen verhaal tegen jezelf te vertellen. En daarna ga je het monteren. En dan zie je natuurlijk 10 keer achter elkaar met knippen en zo. En dan verwerk je het terwijl het gebeurt. Dus dat heeft me ontzettend goed geholpen. En tot mijn verbazing werd het ook meteen opgepikt. Ja, zoveel mensen hebben te maken met borstkanker en zijn op zoek naar informatie. Dat de kijkcijfers meteen vrij hoog waren en ik heel erg veel berichten kreeg, waardoor ik dus ook weer kon praten met lotgenoten en zo een soort steuncirkeltje kreeg van allemaal hele stoere vrouwen. Ja, maar dat is natuurlijk wel ontzettend belangrijk dat je steun krijgt uit je omgeving. Zeker. Daar aan de overkant bij de andere microfoon zit bijvoorbeeld Jacqueline Enens. Ja, jij bent ook een ervaringsdeskundige, als ik het zo mag zeggen. En jij hebt er ook iets mee gedaan. Maar hoe kun jij iets vertellen over toen jij die diagnose kreeg? Wat dacht je toen? Dat is nu al 15 jaar geleden. En mijn kinderen waren toen 10 en 12. Dus mijn eerste reactie was van, hoe moet dit nou? Hoe vertel ik dit aan mijn kinderen? Dat weet ik nog heel goed. Dat was ook het eerste wat ik zei. En dat was natuurlijk een zorg. En tegelijkertijd was het ook een strohalm. Het was het allebei eigenlijk. Ja. En uiteindelijk heb je een paar jaar geleden het Boezemcafé gestart. Ja, misschien wel waar Gerlinde het net over had. Het praten met lotgenoten. Ja, ik had er zelf geen behoefte aan in de tijd dat ik geraakt werd door borstkanker. Integendeel zelfs. Ik wilde er eigenlijk helemaal niet te veel mee te maken hebben. Maar ja, het overkomt je, dus je moet wel. Maar ik ontdekte wel dat er een hele grote groep is die er wel behoefte aan heeft. En dat het er niet was in de regio. Dus toen ik mijn praktijk startte voor coaching met borstkanker, heb ik dat nog extra gemerkt. Dat er echt behoefte aan was dat vrouwen zeiden, ik wil zo graag eens iemand met erover hebben die snapt waar dit over gaat. Toen heb ik het Boezemcafé opgericht met een vriendin. En ze hebben dat 2 jaar samen gedaan. En nu doe ik het alleen met een team van vrijwilligers. En het is zo mooi om te doen. En het zijn zulke mooie ochtenden. Ik vertelde net al even bij de voorbespreking, van 29 tot 92 jaar was het de vorige keer, waren de dames. Ja. En ja, het is gewoon niks droevigs aan. Het is gewoon heel mooi en warm en open. Ja. Ja, want het is 1 op de 7 vrouwen krijgt borstkanker. Mijn derde gast is Ellie Krol Warmerdam. Jij werkt bij de Mama Polykliniek hier aan het LMMC. Ja, je hebt hem opgericht, zei je van de week. Nou aan de telefoon. Niet alleen hoor. Nee. Maar dat klopt, 21 jaar geleden. In 2001 zijn we gestart. En het was altijd wel het plan om om daar een multidisciplinaire Mama Polykliniek van te maken. Dus met een verpleegkundige. Physician assistant was het toen, of nurse practitioner als centraal persoon. En dat is dus nurse practitioner geworden. En dat heet nu tegenwoordig verpleegkundig specialist. Dus dat betekent eigenlijk dat we vanaf het begin, dus de intake, tot het einde, tot het ontslag, de contactpersoon zijn. En niet alleen verpleegkundige taken hebben, maar ook medische taken. Dat betekent dat je mensen heel lang ziet. Dus ik doe dat nu inderdaad 21 jaar. Ja. Nou. Ja.
Nou, dat is echt al een hele lange tijd. Ja. En als je dat soort cijfers dan hoort van 1 op de 7... Ja, je ziet natuurlijk elke dag patiënten ongetwijfeld binnenkomen. Ja. Denk je niet af en toe van, ik moet eventjes op een houtje kloppen dat ik het niet zelf krijg? Nee, je bent je bewust dat je vrouw bent en dat je dus ook een risico loopt. Dus ik ga gewoon ook de controles doe ik wel. En toen ik begon, dat zeg ik ook altijd als ik zeg maar lesgeef in de opleiding tot oncologie, verpleegkundige of co-assistenten. Het was toen ik begon 1 op de 12. Dus het is echt nu 1 op de 7. En in die 21 jaar is er dus echt wel wat veranderd. Maar we zien natuurlijk ook heel veel mensen via het bevolkingsonderzoek, dus met kleine afwijkingen. Dus we hebben ook heel veel stappen gemaakt. Ja. Nou, dus het feit dat het nu 1 op de 7 is, is niet alleen maar slecht nieuws. Nee, maar... nee, want de overleving is echt ook enorm verbeterd. Ja. En eventjes heel kort over die mannen. Laten we dit niet helemaal vergeten. Maar ja, 1 op de 150. En ja, zo'n 100 mannen per jaar in Nederland. Ja, ja, voor die man is het natuurlijk heel, heel vervelend. Ja. Maar merk je dat er ook gewoon misschien bij hun nog wel veel minder kennis is over dat borstkanker überhaupt op ja, voor kan daar komen? Daar is veel minder kennis. En ze schrikken ook altijd. Ze voelen zich ook altijd in de wachtkamer waar heel veel vrouwen zitten. Voelen ze zich toch altijd een beetje zitten. Want het is in hun ogen toch vaak een aandoening van vrouwen. En dan proberen we uit te leggen dat niet zo is. Dat dat ook bij mannen kan horen. Ja, ja, ja. Ja, en dat is natuurlijk valt niet mee. Het valt voor niemand mee. Nee, maar, valt voor niemand mee. Dan, nee. Ik kan me voorstellen dat je af en toe misschien denkt, ja, waar gaat dit over? Ja, wat bij voeding, we hebben elke maand in het magazine ook een eettip. En dan ga ik naar Margie Vlasveld. Zij is diëtiste. En ja, deze maand dacht ik, ja, ik moet toch eens weten hoe dat nou zit eigenlijk als je kanker zou willen voorkomen. Of je daar dan op die manier ook iets aan zou kunnen doen. Voor Gezond 071 vroeg ik deze maand aan diëtiste Margie Vlasveld, kun je gezond eten dat je geen kanker krijgt? Helaas, dat kan niet. Ik ben diëtist, ik ben erg voor gezond eten, maar kanker, ja, dat is toch een soort van loterij, maar dan omgekeerd. Want in de loterij wil je de prijs wel hebben. Maar kanker kan je echt door verschillende oorzaken krijgen. Je kan er aanleg voor hebben. Lucht, werk, stress. Ja, er zijn echt heel veel oorzaken van kanker. Je verkleint de kans op kanker door gezond te eten en gezond te leven. Maar je kan het niet, zeg maar, 100% voorkomen. Dat kan niet. Gevarieerd eten, veel groentes eten, fruit, noten, niet te veel vlees. Dus er zijn wel aanbevelingen voor gezond eten, maar dat zijn eigenlijk de aanbevelingen in het algemeen voor gezonde voeding. Gezonde voeding is eigenlijk natuurlijke voeding. Vooral groenten, fruit, granen, peulvruchten, nou, die worden nog heel weinig gegeten. Ja, het ding is eigenlijk dat onze voeding gewoon niet meer zo gezond is. Dus wat wij allemaal aangeboden krijgen in de supermarkt, het is... ja, het is niet vers. Het is, er zitten heel veel toevoegingen in. Je weet eigenlijk niet zo goed meer wat je eet. Als je nou maar zorgt dat je veel kleuren op je bord hebt, hè, dan eet je gevarieerd. En gevarieerd eten, dat is belangrijk. Zodat je ook niet van één stofje veel te veel binnen zou kunnen krijgen. Ja, gevarieerd eten, veel kleuren op je bord. Eten, hoe doen jullie dat eigenlijk met eten? Gerlinde, weet je het nog? Zijn er dingen die je eigenlijk nu niet meer eet of drinkt vanwege het feit dat je wat je borstkanker hebt gehad? Ja, ik vroeg dat aan mijn oncoloog. Kan ik dingen wel of niet eten om het beter door te komen? En ze zegt, het maakt me niet uit wat je eet, als je maar wat eet. Nou, dat heb ik goed in mijn oren geknoopt. Want je hebt energie nodig om chemo door te komen. Maar sommige dingen, chemo in mijn geval, veranderen ook mijn reuk en mijn smaak. Dus dingen werden ineens echt super smerig. En het enige wat ik nog binnen wilde krijgen en wilde houden, dat was vanillekwark. Dus ik heb zo ontzettend veel vanillekwark gegeten. En nu lust ik dat echt niet meer. Als ik het nu ruik, dan ga ik echt bijna over mijn nek. Ja, nek en heb je al gegeten en gedronken. Ja. Ellie, hoe is dat eigenlijk? Zijn er dingen van je zegt, ja, je moet echt je voedingspatroon aanpassen met zo'n ziekte? Nee. Weet je, wat ik altijd heb, wat we in het voorgesprek ook zeiden, wat heel belangrijk is dat mensen ook genieten. Dus kijk, je hoeft niet gelijk een fles wijn te drinken, maar af en toe een wijntje mag best. Af en toe een moorkop mag best. Als je er maar van geniet en je niet schuldig voelt.
wat Gerlinde vertelde over de smaakverandering tijdens de chemo komt heel veel voor. Dus dat vrouwen behoefte krijgen aan allerlei andere zeg maar voedingsproducten dan normaal. Maar ook inderdaad dat op het moment dat je dan klaar bent met de chemo, dan heb je dat zo vaak gegeten dat je een soort gaat conditioneren. Dus ik probeer dat altijd ook in het gesprek uit te leggen over de chemotherapie. Van ga niet alleen maar rode limonade drinken, want op het moment dat je dat dus de hele chemoperiode doet, dan kom je in de Albert Heijn of in de Plus of welke supermarkt dan ook en je ziet die rode limonade staan, dan krijg je weer die vieze chemosmaak in je mond. Dus probeer af te wisselen. En dat valt gewoon niet altijd mee. Maar goed eten, gezond eten, maar af en toe een beetje snoepen mag best. En vooral van genieten. Je kijkt naar en luistert naar Gezond 071, een maandelijks magazine achterprogramma over gezonde levensstijl. En vanavond hebben we het over borstkanker en wat dat doet met je leven. Ja, voor de muziek hadden we het even over eten en of je dan, zeg maar, of je gezond kunt eten. En ik was toch wel benieuwd, Jacqueline, naar jouw ervaring eigenlijk van met dat boezemcafé. Want komen vrouwen daar nou met vragen over van, ook op dat gebied, van of ze iets speciaals moeten eten? Ik hoor het niet heel vaak. De vragen die er zijn, die gaan vaak over psychosociale zaken. Want hoe ga ik om met dingen die op mijn pad komen, met mijn omgeving en mijn relaties. We hebben wel een keer een diëtiste gehad, Judith Peer uit Warmond. En zij heeft wat verteld over gezond eten. Maar je ziet ook dat alle ervaringen eigenlijk anders zijn. Er is geen rode draad. Maar ik vind het heel goed wat je vertelt, dat als je heel erg veel gegeten hebt in die periode, een bepaald product of heel veel gedronken hebt, dat je dan een soort afkeer krijgt. Mm. En dat is wel iets dat herkend is. En mensen zijn ook zo blij als de smaak terug is. Mm. Dan denk ik wel, dat hoor je nu ook na COVID patiënten, die ook zo blij zijn dat ze hun smaak en reuk terug hebben. Want het is echt heel erg vies, de smaak die je in je mond hebt als je chemokuren krijgt. Het is gewoon een hap metaal. En alles is een hap metaal. Hm. En het is echt zoeken. Maar ik weet bijvoorbeeld, het Sparne Gasthuis heeft een speciale keuken met een chemokok. Die kookt voor degene die chemokuren krijgen. En dat is vaak heel smaakvol eten. En zij zeggen dat dat heel goed is om aan te bieden. Dat het echt een goede smaak heeft. Zodat je een beetje die metaalsmaak kunt camoufleren. Hm. Ja. Die je van de behandeling eigenlijk overhoudt. Ja. Ja. Weten we eigenlijk genoeg van borstkanker? De polykliniek bestaat al 21 jaar. We zijn natuurlijk al heel lang mee bezig. Maar hebben we eigenlijk genoeg informatie tot onze beschikking, Gerlinde? Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik denk het wel, maar je moet het ook willen weten. En dat is, kijk, voor mij was het ook een ver van mijn bedshow, totdat dat niet meer was. En er zijn ontzettend goede websites, maar het is ook handig om dan op de mamapoli te vragen, welke websites zijn betrouwbaar, welke zijn goed, welke geven heldere informatie. Want er is namelijk echt heel erg veel te vinden. En voor je het weet verzand je in een soort moeras. Kijk, ik vind het heel erg goed dat er ook ieder jaar Boskanker Awareness Maand is. Dat we weer even met de neus op de feiten gedrukt worden. Het kan iedereen overkomen. En check alsjeblieft die borsten. Ja. Ja, want het is ook iets het kan iedereen overkomen. En het is ook niet zomaar voorbij. Want jij bent er ook al een hele tijd nu zoet mee, zou je kunnen zeggen. Sinds 7 juni 2019. Ja, en dat blijft ook zo. Weet je, ik ben nu schoon, maar je blijft wel een kankerpatiënt. En je zult nooit meer zorgeloos zijn. Er hangt altijd wel iets van een wolkje boven je hoofd. En, maar daar moet je ook niet al te veel mee bezighouden, want daarvoor is het leven te leuk. Want hoe zie jij dat bij jou, Ellie, op de polykliniek? Dat idee van dat je de rest van je leven patiënt blijft? Of is dat toch niet zo zwart-wit? Het is niet zo zwart-wit, inderdaad. Maar wat ik vertel het altijd een beetje. Er wordt een streep in je leven getrokken, voor en na de borstkanker. En daar kun je je tegen verzetten.
Maar ja, bij sommigen duurt dat zeg maar wat langer. En die willen eerst doorgaan. Maar ergens komt gewoon toch het bewustzijn dat het je leven veranderd is. En zoals Gerlinde en Jacqueline, die hebben daar natuurlijk enorme goede dingen mee gedaan. Niet iedereen doet dat. Maar het verandert je. Het maakt je minder. Je bent niet meer onbezorgd. Je maakt je zorgen als je wat voelt. Dat probeer je eigenlijk altijd niet zo te doen. Maar ze linken dat vaak altijd wel aan de kanker. Dat zie ik wel. Dus ik leg altijd uit als we de controle starten van weet me te vinden als je je zorgen maakt. Hè. Alles wat overgaat is geen kanker. Maar natuurlijk, als je een keer rugklachten hebt, dan is het soms ook fijn om bevestigd te hebben dat het wel allemaal in orde is. Dus dat probeer je met je mensen te bespreken. Er is ontzettend veel informatie. En wat ik belangrijk vind, is dat je de informatie opzoekt of krijgt die bij je past. En ook op het moment dat je eraan toe bent. En de ene vrouw heeft ontzettend veel behoefte aan informatie en de ander veel minder. En ja, dat is goed, dan pas ik me daarop aan. En dat doen mijn collega's ook. Ja. Dus minder dat hele hapklare pakket, maar veel meer op maat. Dat vinden we belangrijk. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, we gaan nog wat informatie daaraan toevoegen voordat we naar het regionieuws gaan. Want ik ging dus naar lifecoach Jasper Mulder om te vragen van ja, hoe moet dat dan met bewegen eigenlijk? Want ja, bewegen is natuurlijk heel erg gezond. Maar hoe zit dat dan met, kun je daarmee voorkomen dat je ziek wordt? Lifecoach Jasper Mulder heeft elke maand een goede beweegtip voor Gezond 071. Maar kan ik zo ook kanker voorkomen, Jasper? Bewegen wil niet zeggen dat je die ziekte niet krijgt. Het kan zijn dat je hem altijd krijgt. Dat is genetisch of ja, bij toeval domme pech. Alleen als je beweegt is de kans op een ziekte is gewoon een stuk kleiner. Dat is met heel veel dingen zo, met gezondheid. Dus als je nou elke dag, zonder dat je een ziekte hebt, gewoon elke dag beweegt, 10.000 stappen, dat is wel wat veel, maar dat is wel de norm, zeg maar, waar gezond bewegen voor staat. Dus als je 10.000 stappen per dag neemt, dan is de kans op een ziekte gewoon een stuk kleiner. Daarbij helpt het dat op het moment dat je beweegt, dat je fitter bent voor als je een ziekte krijgt. En dat hoeft niet alleen kanker te zijn, maar dat kan ook een gebroken been, een verstuikte enkel. Dan herstel je daarna gewoon een stuk sneller. Bovendien, door bewegen ben je een stukje mentaal sterker om tegenslagen aan te kunnen. Nou, als het lichaam gewend is om elke dag te bewegen, dan herstel je sneller. En de tegenslagen kan je ook op dat moment wat beter aan. Elke stap is er eentje. Dus je moet elke kleine beetjes, kleine stukjes, niet in één keer bijvoorbeeld het singlepark weer willen rennen. Maar begin gewoon in een park een rondje te lopen. Gewoon kleine stapjes. Maar misschien helpt praten er met iemand over tijdens het wandelen. Het zou ook best wel eens een hele goede ondersteuning kunnen zijn. Huppakee, in de benenwagen. Eigenlijk elke dag. Dat is zeker waar. Ja, Jasper wil altijd bewegen. Hoe was dat voor jou, Jacqueline? Had jij een behoefte aan om in beweging te komen nadat je misschien wel allerlei behandelingen had doorgemaakt tegen borstkanker? Nee. Nee, en het bijzondere was ook dat in die tijd was er heel weinig aandacht voor. Dat is enorm veranderd in de afgelopen 15 jaar. De aandacht voor bewegen tijdens de behandeling. In 15 jaar geleden was het zelfs van nee, doe maar rustig aan. Ga nog maar niet sporten. En geef je lichaam de kans om te herstellen. Die inzichten zijn wel echt veranderd. En ik kan me helemaal vinden in wat Jasper nu zegt. Beweeg sowieso en probeer ook door te bewegen als je onder behandeling bent. En nu is het nut ervan, is al met veel onderzoeken bewezen. Dus nu wordt het ook vanuit het ziekenhuis aangeraden. Maar dat is echt een grote verandering in opgetreden. We hebben het vanavond over borstkanker. En bij mij in de studio zit Gerlinde Vliegendhart. Zij was zangeres, maar is nu doktersassistente in opleiding. Verder Jacqueline Enens, zij is borstkankercoach en oprichter van het Boezemcafé. En Ellie Krol Warmerdam, zij is verpleegkundig specialist bij de Mama Polykliniek van het LUMC.
We hebben het dus over borstkanker in Gezond 071. En ik vroeg me eigenlijk af, Gerlinde, of wat was een eye-opener voor jou als het gaat om wat erbij komt kijken als je zo'n diagnose krijgt als borstkanker, waarvan je denkt, joh, daar had ik eigenlijk helemaal niet op gerekend dat dat er ook bij hoorde. Dat zijn zoveel dingen. Ik zou niet weten waar ik moest beginnen. En daarom ben ik er echt een soort van ingesprongen. Kom maar. Weet je, ik heb altijd een beetje het motto gehad van Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Je komt er pas achter als je het meemaakt. En dan zie je vanzelf wel hoe je weer boven komt drijven. En zo heb ik het gedaan. We zien het wel. Ja, want bij borstkanker horen natuurlijk heel veel verschillende behandelingen. Je krijgt chemo, je krijgt bestralingen en vaak ook nog een pillenkuur erbij. Operatie. Een operatie. Dat laat ik die vooral niet vergeten. En er horen natuurlijk altijd ook heel veel bijwerkingen bij. En wat zijn nou bijwerkingen waarvan je denkt, ja, en dat had ik gewoon niet gedacht? Nou ja, een van de bekendste bijwerking van kanker is natuurlijk die kaalheid door de chemo. En dan valt je haar uit. En dat is zo. Maar wat ik niet bij had stilgestaan, is dat je dus op heel veel plekken in je lichaam haar hebt. Dus alles valt uit. Dus je wenkbrauwen, nou, dat zie je ook meestal. Maar ook je wimpers. Maar het schijnt dus dat je die heel hard nodig hebt. En je neusharen, oorharen, haren daar beneden. Alles valt uit. En die haren heb je dus gewoon nodig. Nou, dan kom je achter als je ze niet meer hebt. Ja, we denken natuurlijk inderdaad altijd dat haar en die pruik en zo, wat je dan gaat dragen. Maar ja, dat haar wat je verder op je hele lichaam ook kwijtraakt, daar sta je niet zo bij stil. En er is ook niet echt een alternatief voor natuurlijk. Nou nee, ja, dat moet je dan ook maar weer. Dat laat je dan over je heen komen. Dus dan zit je midden in de winter achter op een scooter met een zonnebril op. Omdat je zit alleen maar te huilen van de wind. En je constante loopneus. Want je hebt geen haren meer in je neus die de lucht verwarmen. Dus alles loopt eruit. En je oren jeuken de hele tijd. Er zitten geen haren meer in. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ellie, merk je dat ook bij de polykliniek? Dat mensen zich daar niet zo van bewust zijn van misschien wat meer verborgen bijwerkingen? Je probeert zeg maar voor de start van de chemo wel dingen uit te leggen. En dat is een gesprek van een uur. Maar je kunt daarin niet alles zeggen. Dus dat betekent dat je eigenlijk ingaat met name op medicatie. Hè, of ze de antimisselijkheidsmedicatie goed nemen. En de kaalheid ga je wel op in. En ik leg altijd uit dat begint met het verliezen van je schaamhaar en okselhaar. Dus alle beharing, ik benoem het wel. Alleen realiseer je als mens niet wat dat betekent als je dat niet meer hebt. En we kunnen dat allemaal zeggen, maar soms moet je het dus ook, dat klinkt heel gek, voelen. Daarbij krijgen de slijmvliezen natuurlijk ook een enorme tik. En die zitten ook overal. Die zitten in je ogen, die zitten in je neus, die zitten in je vagina. Die zitten zeg maar van mond tot anus. Dus daar kun je allemaal last van krijgen. Zoals droge ogen, maar ook een droge mond. Droogheid droogheid bij het vrije. Dat zijn allemaal hele nare bijwerkingen waar je eigenlijk niet zo bij stilstaat op het moment dat je start. En dat gaandeweg denk je, oh ja, dat is zo. En wat zij zegt, ja, dus ze vertelt het wel inderdaad heel mooi. Is het. Wordt daar tijdens het Boezemcafé ook over gesproken, Jacqueline, over juist dat soort onderwerpen, wat misschien ook best wel lastig is om met iemand over te praten die het niet doormaakt? Ja, nou, dat zeg je goed, want dat is denk ik de kracht ook van Boezemcafé, dat je aan een half woord genoeg hebt. En dat je hoort ook heel veel zeggen, oh, had jij dat ook? Oh, wat goed om te horen. Omdat je, ook al heb je een hele lieve en belangstellende omgeving hopelijk om je heen, uiteindelijk doe je het alleen. En uiteindelijk lig jij alleen 's avonds in je bed met alles wat er over je heen gekomen is. En wat Gerlinde ook zegt, het is gewoon ontzettend veel. Gerlinde zei, ik weet niet waar ik moet beginnen. En dat vond ik zo'n goede opmerking. Want het is veel meer dan iemand die er niet doorheen gaat zich kan voorstellen. En dus is dat denk ik de grootste kracht van Boezemcafé. Het luisterend oor en het uitwisselen. En ook de herkenning en de erkenning vinden bij elkaar. En het delen. Er wordt ook enorm gedeeld. En weet je, iemand die net een reconstructie heeft gehad en vertelt het aan een ander, die zegt, oh, wil je het zien? En dat soort mooie dingen gebeuren er. En dat vind je gewoon niet in je privéomgeving. Dus
Ja. Tot, ja. Dat is niet iets voor de gewone vriendinnenborrelclub waarschijnlijk. Nee, niet echt. Zijn er nou dingen van je ook echt zegt van ja, mensen eromheen, zeg maar, die vriendinnen, die partner, die wie dan ook. Dat zijn echt zaken, joh, dat moet je vooral niet zeggen. De do's en don'ts of wat je wel wil. Jacqueline, helpt die mensen een beetje. Ja, nou heel graag. De don'ts zijn bijvoorbeeld niet zeggen van... mijn achterbuurvrouw en haar nicht heeft ook borstkanker. Want iedereen kent wel iemand met borstkanker... en dat verhaal moet gedeeld worden door de ander. En daar heb je eigenlijk helemaal geen behoefte aan om dat te weten. En ook zelfs dat woordje ook is al moeilijk om te verteren... als je net zelf het hebt gekregen en nog niet helemaal realiseert... dat je een borstkankerpatiënt blijkbaar bent... En ook het luisterend oor bieden. Dat is denk ik een hele grote tip. Luister gewoon naar wat iemand te vertellen heeft. Kom niet met tips aandragen. Nou, als ik jou was, dan zou ik niet doen. Weet je wel, luister gewoon. En praat ook over jezelf en over je eigen leven. Want je bent Jacqueline met borstkanker, met een probleem. Maar dat probleem wordt opgelost. Er wordt aan gewerkt. Maar je bent nog steeds ook de moeder en de echtgenote... en degene met een leuke baan... En van alles en nog wat. En mensen vergeten wel eens dat daar ook naar te vragen. Het gaat alleen maar om die borstkanker. En waar ik zelf helemaal ibelig van werd... was die hand van de ander die over mijn rug wreef bij. Hoe gaat het nou met jou? Dacht ik, oh, dat wil ik helemaal niet. Ja, dus ja, gewoon vragen hoe gaat het met je. En ook zeker als iemand nog midden in de behandelingen zit... concreet iets aanbieden. Ik denk dat dat ook heel prettig is. Zal ik morgen voor je koken? En niet van, wat kan ik voor je? Laat het horen hoor, als ik iets voor je kan doen. Gewoon heel concreet zeggen van, ik wil graag voor je iets voor je doen. Waarmee kan ik je helpen? Is dat ook jouw ervaring, Gerlinde? Wat zijn de tips die jij hebt voor mensen om iemand heen die borstkanker heeft? Nou, ik zit naar Jacqueline te luisteren en ik kan echt alleen maar knikken. Ik sluit me volledig aan bij wat jij zegt. En het enige wat ik eraan kan toevoegen is, dat heb ik wel gemist. Durf alsjeblieft ook met de patiënt de moeilijke onderwerpen aan. Want ja, kanker is een zaak van leven of dood. Zo is het nou eenmaal. En het was net alsof ik de enige was die was voorbereid op hoe het ook had kunnen aflopen. En ik wilde daar heel erg graag over praten. Misschien ga ik wel dood. Ja. Niemand wil daar met je over praten. Nee. Zo voelde ik mij daarin behoorlijk alleen. Iedereen wilde zo vreselijk graag dat ik overleefde. Natuurlijk wilde ik dat als geen ander, letterlijk. Maar het kan ook anders aflopen. En het is tijdens het proces ook één keer heel erg fout gegaan. Dat had anders kunnen aflopen. Ja. En er was niemand met wie je daarover kon spreken. En dat vond ik moeilijk. Durf ook de rotgesprekken aan. Oktober is ook de maand van de geschiedenis. En in Leiden komen de fabrieksarbeiders aan het woord. Want in de binnenstad van Leiden stonden tot zo'n 50 jaar geleden nog allerlei fabrieken. Niet alleen textiel, maar ook conserven, zeep, meel en melk. En op 23 oktober brengen B+C en Erfgoed Leiden en omstreken deze arbeiders voor het voetlicht met een gevarieerd programma. Toegang is gratis, je moet je wel even aanmelden. Dus kijk op de website van B+C voor meer informatie. En als je een puber in huis hebt, of misschien ben je zelf een puber en luister je, dan kun je in november meedoen aan een cursus Mindfulness om van je huiswerkstress en proefwerkstress af te komen. Kost slechts €1 per les en dan kun je ontdekken hoe je lichaam en geest rust geeft en een positief zelfbeeld creëert. Om met je gevoelens en emoties leert om te gaan. Nou, dat lijkt me eigenlijk ook wel iets wat handig is voor mensen die geconfronteerd worden met de diagnose borstkanker. Jacqueline, wat zie jij nog als een verbeterpunt als het gaat om de omgang met mensen met borstkanker? Wat moet er nog gebeuren?
Ik denk dat er meer begrip moet komen vanuit de medische wereld, de omgeving. Maar zelfs ook de erkenning bij jezelf dat het niet klaar is als de behandelingen klaar zijn. Dat is denk ik het grootste misverstand dat er is. De behandeling is afgerond. Je bent natuurlijk super opgelucht dat het voorbij is. Maar zoals mijn eigen internist-oncoloog zei, van ja, eigenlijk begint het dan pas. Want je bent al die periode, die hele behandelperiode aan de hand genomen. En het volgt volgens een bepaald schema. En dan is dat schema losgelaten. En dan moet je het weer zelf doen. En dan zit je eigenlijk fysiek op het slechtste moment. Na al die behandeling, helemaal uitgeput. Maar je omgeving denkt van, nou, gaan we weer werken. Mm. En we kunnen weer gezellige dingen doen. En dat is zo ingewikkeld. En dat is nog steeds een misverstand. En ik zou ook hopen dat daar wat meer aandacht voor komt. Mm. Structureel vanuit de medische wereld. Mm. En ja, vanuit de omgeving. Daarom ben ik ook blij dat we dit nu kunnen zeggen. Van, let daar een beetje op. Dat het niet voorbij is als de behandelingen klaar zijn. Ja, nou, we laten dan meteen naar Ellie gaan. Want die is van de medische wereld, zullen we maar zeggen. Maar ja, daar hadden we het al eerder ook over het loslaten. Hè? Want dat is natuurlijk voor jullie ook een soort zorg. Van hoe laat je je patiënt op een goede manier los? Ja, maar eigenlijk begint het na de behandeling begint het nog niet met loslaten. Ik denk dat wij het als verpleegkundig specialisten, niet om nu mezelf zo naar voren te duwen, maar dat wij het anders doen dan medici. Dus dat wij hopelijk meer oog hebben wel voor en aandacht voor wat iemand nodig kan hebben. Wat Jacqueline zegt, op het moment dat je klaar bent met de behandeling, met de radiotherapie, met de chemotherapie, de operatie, krijgen heel veel vrouwen ook nog hormonale therapie. Dat is ook echt wel dat is echt wel een dingetje. Dat is niet een tablet per dag, dat zet je hele hormoonhuishouding op zijn kop. Dus wij proberen wel daar aandacht voor te hebben. Eigenlijk voor de mens in totaliteit. Maar we zijn natuurlijk, zoals ik ook tegen jou zei, we zijn ook een ziekenhuis. Dus we moeten ook mensen eigenlijk naar Jacqueline verwijzen, naar een boezemcafé. Laten zien van, het gebeurt niet allemaal in dat ziekenhuis. En we zijn er. Op het moment dat je klachten hebt, ben je van harte welkom. Maar we moeten inderdaad ook stapjes gaan maken. En dat moeten ze toch zelf doen. En nou zitten hier twee fantastische zelfstandige vrouwen. Maar ze zijn niet allemaal zo zelfstandig. Dus de een heeft behoefte om wekelijks contact met je te hebben. De andere die zegt, nou, ik kom wel. Daar moet je soms ook voor oppassen. Dus je probeert toch wat meer te kijken. En ik hoop dat wij dat beter doen dan de gemiddelde de medicus. En dat bedoel ik niet verkeerd, maar wel dat wij dus ook niet alleen de cure hebben, maar ook de care. Dat hoop ik. Dat we dat kunnen laten zien. Ja. En dan Gerlinde, tot slot eigenlijk. Want jij hebt een overstap gemaakt vanuit een hele andere wereld naar de zorg. En dat kwam eigenlijk doordat je zelf patiënt werd. Ja, dat is de schuld van Ellie en de collega's. Nee, dat is echt letterlijk, alweer letterlijk, jullie schuld. Ja, ik kom uit de media en entertainment. En dat heb ik met ontzettend veel plezier gedaan. En toen kwam die kanker. En ik had nooit veel met ziekenhuizen te maken gehad. En toen kom ik op die mammapolie. En het was zo'n geoliede machine. En ze werkten allemaal samen. En je krijgt steeds hetzelfde gezicht. Of als iemand op vakantie is, een ander gezicht. Maar net zo vriendelijk, net zo kundig. Want ja, je gaat een samenwerkingsverband, noemde mijn oncoloog dat, ga je met elkaar aan. 10 maanden tot een jaar lang. En ik was daar zo van onder de indruk. Ik was zo onder de indruk ook van met hoeveel medemenselijkheid en empathie en vol liefde en overtuiging dat werd gedaan op die mammapoli. Dat ik dacht, ik dacht eerst, ik wilde zo snel mogelijk terug natuurlijk wel naar mijn oude vak. En toen kwam corona. En toen had ik ineens nog een half jaar de tijd om na te denken, toen ik net schoon was, wat ik nou wilde verder. En toen, dat zaadje wat was geplant, toen dacht ik ineens, ja, maar dan doe ik dat toch gewoon. En 3 maanden later zat ik op het mbo. Ja. Want ik wilde dat, ik wilde gaan teruggeven. Dus dat hele kanker, dat was even rot. Maar daar is ook iets heel moois uitgekomen. Nou. Ik wou dat ik die stap eerder had gemaakt. Ja.
Maar goed, dan toch genomen. Ja, we moeten het hier afbreken, want we lopen tegen de klok van 7 uur aan. En ja, dat betekent het einde van Gezond 071. Heel veel dank aan mijn gasten Gerlinde Vliegendhart, Jacqueline Enens en Ellie Krol Warmerdam.